In een rokerig zaaltje in Uithoorn hebben honderden mensen een bod gedaan op de gevonden voorwerpen van de KLM. Dat het mogelijk is dat iemand in een vliegtuig een vergrotingskoker vergeet, bleek hier. Het instrument bracht 20 gulden op. Zelfs halve fietsen blijven in de machines achter. De verscheidenheid van voorwerpen geeft een beeld van de vergeetachtigheid van de mens. Al het geld kwam in een schepnet, waarmee een der employés behoorlijk overweg kon. De KLM houdt de gevonden voorwerpen 1 jaar en 6 weken vast. Daarna worden ze geveild en altijd met succes.